is leuk gekeken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 19. En dat is van maandag 10 mei tot en met zondag 16 mei. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof je deze week voor jezelf. Ja, eigenlijk misschien wel begint met wat verdriet, alsof je echt wel ergens wat afstand van mag nemen. Ik heb een klein beetje het idee dat je het gevoel misschien hebt dat iemand je wat in de steek laat. Of dat je het gevoel hebt dat je dingen los moet laten die je nog eigenlijk helemaal niet los had willen laten. Toch is het de tijd ervoor vissen, want ik heb het idee op het moment dat jij het wat los gaat laten en dat je meer naar jezelf gaat kijken, kan er ontzettend grote groei komen. En ik heb hier ook de keizerin en de keizer, dat is echt een stijl bij elkaar en dat is ook echt een combinatie van gevoel en dominantie. He, dus dat je dat echt voor jezelf in evenwicht kan houden. En op het moment dat jij toestaat, dat je je openstelt en dat je kijkt wat er gaat komen, he, dus dat je het gewoon laat gebeuren en dat je het een soort van ja, weer heel mag worden, heb ik juist het gevoel dat het heel erg prettig kan zijn. En op het moment dat je dat heel erg vast zou houden, wat niet voor jou bestemd is, dat lijkt echt een stuk te zijn wat je eigenlijk alleen maar tegenhoudt in je eigen persoonlijke groei. Deze week kan dus voor jou best wel een week zijn waarin de verschillende dingen naast elkaar staan, maar waar wel een enorme groei voor de vis is weggelegd. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.